Het werk buiten gaat in volle gang door. Binnen worden de eerste meubels vervangen, want de eerste bestellingen zijn binnengekomen. De nieuwe hoekbank kan worden uitgepakt en in elkaar worden gezet. Jamila heeft in ieder geval geen last van kou, want zij richt de eetkamer opnieuw in. Nu we de hele woonkamer aanpakken en daar een compleet nieuwe stijl van maken, kon ik het niet laten om het eetgedeelte ook mee te nemen. Want dan wordt het gewoon een mooi geheel. Dat robuust klassieke, dat zie je hier ook echt heel goed terugkomen. Zowel aan de eettafel, die is gemaakt van extra dik boomstamhout, waarin je natuurlijke vorm van de boom nog helemaal terugziet. En daar heb ik ook nog een kloosterpoot onder geplaatst, wat weer heel goed past bij dat klassieke gevoel. En dat gecombineerd met comfortabele eetkamerstoelen in een grofgeweven stof. Hij is wel wat donkerder dan de bank en die steekt dus daarom heel mooi af. Het is een hele lichte stof die ook nog heel zacht is. En het is een hele moderne bank. Maar ook heeft hij een klassieke touch en dat zie je weer terug in de leuning en in de bies aan de onderkant. Dat is mijn plekje is er nog steeds. Even door laten dringen. Leuk, hè? Jeetje. Echt. En daar ook die manden. Kijk dan, een hele nieuwe tafel. Kijk dan. Oh, wauw. En die mooie stoelen. Ah, prachtig. Dat wou je nog eens helemaal niet zeggen, maar dat... Hè? Prachtig. Zo. Jeetje.